staan er zonder geen gelukzoekers, onderzoek ik in hoeverre schoonheid te maken heeft met geluk. Zijn knappe mensen per definitie gelukkiger? Of juist niet? Mensen gunnen je soms echt letterlijk iets niet ook. Mm-hmm. Omdat je er misschien leuker uitziet dan gemiddeld, zeg maar. Dat komt ook voor natuurlijk. En als ze het je wel gunnen, dan hebben ze er vaak ook wel zelf iets mee te winnen. Het maakt het niet makkelijker of zo. Zo bezoek ik onder meer de praktijk van dokter Meulenaar. Waar velen een bezoek aan brengen om zichzelf net iets mooier te maken. De meeste van mijn cliënten zijn ijdel. Dus die willen gewoon genieten van hun uiterlijk. Die willen er gewoon mooi uitzien. Die vinden ze echt belangrijk. Ja. En is het de eerste keer dat je iets aan jezelf laat doen? Of heb je vaker dat je... Nee, dit is mijn eerste cosmetische behandeling inderdaad. Ik heb wel permanente make-up wenkbrauwen laten doen, omdat ik heel weinig wenkbrauwen had. En ik heb ook hair extensions, maar verder qua lichamelijke behandelingen nooit eerder iets gedaan. Gelukzoekers, zondagavond vanaf 6 uur, ieder uur op RN7.